Welkom in het programma Wonder Vandaag. Ik ben Simon, ik zit hier met Ati. We hebben vandaag zo'n fijn programma, want we hebben het over het boek van Galaten. En Galaten is, net als is het vandaag. Het kon net zo goed wezen van Noord-Holland of Friesland of Amsterdam. Of waar ook in Europa of in het Midden-Oosten. Het spreekt over hoe het staat met de harten van de mensen die in Christus Jezus zijn. En hij zegt hier iets fantastisch belangrijks, vind ik. Want hij zegt, in hoofdstuk 3, onverstandige Galaten. Wie heeft u betoverd? Wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is. Dit alleen zou ik van u willen weten. Hebt gij de geest ontvangen ten gevolge van werken der wet? Of van het prediking van het geloof? Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de geest en eindigt gij nu met het vlees. O beste mensen, eindig niet met het vlees. Maar begin met de geest en eindig met de geest. Ati, het gebeurt zoveel. Hè, dat mensen die komen er door het geloof in Jezus Christus. Hè, door het dat hij hun plaats heeft aangenomen aan het kruis. En dat het bloed voor hen gevloeid is. En dan gaan ze weer terug in de wet. En de wet heeft nou nooit iemand gerechtvaardigd. Staat erin gelaten. Dat is onmogelijk. Want de wet kwam ons te vertellen dat we zondaren zijn. Ja. 430 jaar, moet je nagaan, voordat de wet gegeven werd, was er al Abraham die gerechtvaardigd was, had hij, omdat hij God geloofde. Eenvoudig God geloofde. En God die zei tegen hem, uw zaad, niet zaden, niet meervoud, zaad, Jezus Christus. Mm-hmm. En door dat zaad zouden velen kinderen van Abraham worden. Ja. Oftewel, het koninkrijk van God beërven. Niet omdat hun zo goed zijn. Ja. Ati, het maakt niks uit hoe goed ik probeer te zijn. En jij ook niet. Kunnen we het niet meemaken. En beste mensen, er zijn er van u die naar dit programma zitten te kijken en zeggen, ja, maar je moet wel goed leven. Je komt er alleen maar door wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Ja, maar Simon, weet je wat het is? Natuurlijk moet je wel goed leven. Maar je kunt het niet doen. Jij kunt het niet doen. Ik kan niet goed leven. Nee. Want zie, je hebt de Heilige Geest nodig. Om de Heilige Geest nodig om te doen wat de Heer van je vraagt. Ja. Weet je wel? Ja. Je kan het niet in je eigen sterkte doen. Net zou ik nou zeggen van iemand die verslaafd is aan drugs, of iemand die verslaafd is aan alcohol, of sigaretten. Hè? Seks. Seks, porno, ja. Je noemt het maar op, ja. Je kunt het invullen. Die mensen weten er alles van dat ze gebonden zijn aan die zonde. Hè? Ja. En voor heel veel mensen, het is heel moeilijk om te zeggen dat ze zonde waren. Ik zat naar iemand te luisteren en een iemand zei tegen die ander van, geloof je dat er een God is? Ja, hij zei, ik geloof dat er God is. Ja. En hij zei, waar geloof je dat er zonde? Nou, hij zei, ik probeer goed te leven. En ik zei, ja. Ik ben eigenlijk niet zo slecht. Ik heb nog geen één dood gemaakt en ik heb dit niet gedaan en dat niet gedaan. En ja, hij zei het van, we zullen maar hopen dat ik er kom. Ik zal maar hopen dat ik er kom. En weet je, dat is het probleem met heel veel mensen die zeggen, nou, ik probeer goed te leven. Ja. En ik hoop maar dat ik er kom. Ja. Weet je wel? En Paul hier in Galaten, hè, ja. Hij praat over dat heel. Hij zei, nou, jullie zijn goed begonnen, want als je de Heer aanneemt in je hart. Hè, is goed, hè? Want iedereen is een zondaar. Nou, ja. Heb jij wel eens gelogen? Ja. Ja. Nou, heb jij wel eens iets gepakt dat niet van jou was? Ja. Ja, want dan ben je een zondaar. En ja. Iedereen kan, weet je wel, ik bedoel, grote zonden, kleine zonden, voor de Heer het maakt niks uit. Het zijn allemaal zonden. Ja. Hè? En daarom was de wet gegeven in het Oude Testament. Ja. Hè, maar voor de wet was Abraham er al. Ja. Die was al gerechtvaardigd omdat hij God geloofde. Omdat hij God geloofde. Zie? Ja. Dus, ik wil nog niet al zeggen dat alles zo gemakkelijk is, want God had ons zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf. En dat een ieder die in hem gelooft,
niet zou verloren gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Ja. Zo, het kost God een hoop. Kost hem alles. Kost hem alles. Zo, ik wil niet zeggen dat het is allemaal zo gemakkelijk. Maar als de Heer je met je bezig bent, en dat weet je, iedereen weet het. Iedereen weet dat, als iemand met je begint te praten over de Heer, dan kun je zeggen van, nou ja, hey, ik ben nog niet zo'n slecht mens. Maar als je iets in je binnenste voelt dat de Heer met je bezig is en zegt van, nou, dat moet je niet meer doen en dat moet je niet doen. Dan, you know, mensen willen niet over zonde horen. Zo is het. Maar we zijn allemaal zondaars. Ik ben een zondaar, Simon is een zondaar, iedereen is een zondaar. Alleen maar Jezus Christus is een perfect mens. Ja. En Paul zegt in de kerk, hè, ook een Galatiën dan, ja. Hey, nou ben jullie goed begonnen, want dat zijn Joodse mensen. Ja. Die dachten dat ze er kwamen door gedoopt te worden, of besneden te worden en de wet te houden. En toen hadden ze dan de Heer aangenomen en dan wouden ze dat allemaal weer doen. Dan dachten ze, nou, we moeten toch wel wat doen om in de hemel te komen, maar we moeten toch wel wat doen. Iedereen wil altijd wat doen. Wat ze wouden doen, had is ze wouden Jezus aannemen als hun redder, ja. Maar dan wouden ze er komen door ja. Zo goed mogelijk te leven, dat is de wet, om de wet te houden. Maar ja, in hun eigen sterkte. Maar geloof je ook niet dat het wel een beetje in de mens zit, ja. Dat je denkt altijd dat je iets doen moet en je moet iets beter doen. Ja. Hè? Ja. Het komt toch niet allemaal zomaar voor niks. Ja. I mean, geen één geeft je iets voor niks. Nee. Ik hoorde die meneer Goldstein die zei van, mijn vader die zei tegen mij, zegt, het is zo dat als je deze wereld inkomt en als je deze wereld uitgaat, ja. Dan moet je die wereld beter verlaten dan toen je erin kwam. Zo, je moest iets goeds doen. En niet alleen dat, maar je moet ook alles achterlaten. Nou ja, niet alleen dat, maar je moet het beter achterlaten dan toen je hier kwam. Ja, ja. Zo, ik bedoel, je moet de wereld verbeteren. Ja. Maar dat kan je niet in je eigen kracht doen. Maar weet je, Simon, je kunt hele goede dingen doen. Ja. En toch het missen. Ja. Want het zegt ook in Matthäus, het zegt van, nou Heere, we hebben dit in je naam gedaan, we hebben mensen geneest in je naam, we hebben dit gedaan. En de Heere zegt, ga van mijn werk, ik heb je nooit gekend. Ja. Zo, een levende relatie met God is belangrijk. En die kun je alleen maar krijgen om te zeggen dat je zonde bent en ik wil belijdenis voor mijn zonde doen. Ik ben sorry wat ik gedaan heb. Als je een drugsverslaafd bent, als je bent verslaafd aan de alcohol, dan weet je dat je zondaar bent. Dan weet je dat het is niet goed. Mm-hmm. En je weet ook dat je zelfs niet dat je jezelf niet helpen kunt. Ja. Soms hele mensen die heel, hoe zal ik het zeggen, ik weet niet of jou ze kennen, maar ik weet dat mensen die kennen soms heel goed leven. En zeggen, nou, die leven net als sommige christenen. Ja. Ze drinken niet en ze doen dit niet en ze doen dat niet. Maar ze willen niks van de Heere weten. Ze denken dat ze zelf kunnen doen. Ja, en weet je, maar als je aan drugsverslaafd bent en je bent aan alcohol verslaafd, dan weet je dat je zondaar bent. Ja. Dat geloof ik. En je weet ook dat er iets in je leven is dat er macht over je heeft en je kunt het niet laten. Je wordt er gewoon weer heen gedreven. Ja, ze worden gewoon naar de zonde toegezogen. Maar die mensen die weten dat er een vijand is van hun ziel. Ja. Die weten dat er een duivel is. Want die hebben hem eigenlijk haast persoonlijk ontmoet. Ja, ja. In die zonde die ze doen. Maar nou zijn er mensen die zo moreel perfect zijn. Nou, maar wat ik wou zeggen is dat die mensen die hier naar het programma vandaag zitten zien, ja. Die mensen, je weet ook dat jij hebt God nodig om je vrij te zetten. Ja. Hè? Ja. Dat er is een andere macht in je leven. Ja. Die je altijd weer probeert om de verkeerde dingen te doen. Net als Paul zegt in het Nieuwe Testament, de dingen die ik doe wil ik niet doen en de dingen die ik... Er is altijd een strijd. Hè? Ja, ja. En weet je, Galatiën praat over je eigen dingen doen en de dingen van de Heer. Ja, absoluut. En het zegt hier, kan ik dit even lezen? Chapter 3. Ja. En Paul zegt ook, nou, heb ik het jullie nou allemaal verteld? Net als wij het nou zeggen, ook met jullie hebben we het nou allemaal verteld. Ach, domme Galatiërs, door wie bent u toch die waanbeelden?
Ach, domme Galatiërs, zegt hij. Door wie bent u tot die waandenkbeelden gekomen? Ik heb u toch zo duidelijk beeld gegeven van Jezus Christus die aan het kruis gestorven is. Zeg eens, heeft God u de Heilige Geest gegeven omdat u de wet hebt gehoorzaamd? Of omdat u het goede nieuws van Jezus Christus hebt gehoord en geloofd? Bent u nog zo dan? U bent christen geworden door het werk van de Heilige Geest. Moet u nu niet met de wet eindigen? Hij zegt, u hoeft er niet voor te werken. Je hebt de Heer aangenomen. Je hoeft er niet voor te werken. Is wat u hebt geleden dan voor niets geweest? Was dat maar zo. Want God geeft u zijn geest en laat hij wonderen onder u gebeuren omdat u zo goed doet wat de wet zegt. Of omdat u gelooft wat wij over Jezus Christus hebben verteld. Hij zegt van nou, hè, wat is er eigenlijk in je hart gebeurd? Is het omdat je nou zo goed mens bent en je hebt de wet gevolgd? Of is het nou omdat je de Heer aangenomen hebt? Omdat je gelooft dat Jezus voor jou gestorven is? En hij zegt, ik heb het je verteld. En eigenlijk is het hetzelfde vandaag, hè? Ja, daarom zeg ik het. Dit is zo voor vandaag. Ja, want ik zou wel vertellen, als u begint te begrijpen dat u het niet maken kunt zonder God. Ja. Nou, dat zou zoveel last van je afgaan, hè? Mm-hmm. Als je werkelijk begint te begrijpen dat jij het niet maken kan, maar dat de Heilige Geest die nou in je woont, dat hij je begint te leiden en te helpen met alles. Ja. Betekent dat je een perfect mens wordt in dit leven? Nee, maar je begint wel te groeien. Wel, zie, dat is juist het mooie, dat je begint, als je één keer begint te begrijpen dat je gered wordt door Jezus, maar dat hij dan niet alleen jouw redder is, maar dat hij dan jouw meester is. Ja. En jouw Heer. Nou, dat is belangrijk. Ja. En als je dat begint te begrijpen, maar dat op hetzelfde ogenblik dat hij mens is net als jij en dat je hem kunt vertrouwen voor alles. Ja. En als je dat begint te begrijpen, dan ga je dagelijks naar hem toe. Nou heb je het over relatie. Ja. Niet meer over religie. En dan komt er een groei en een stroom in jouw hart. Dat is connected, well, dat het staat in contact met eeuwigheid en met, you know, de God. See, de Vader. Het is heel gemakkelijk als je de Heer nog niet aangenomen hebt, of als je de Heer aangenomen hebt, natuurlijk moet je eerst de Heer vragen om in je leven te komen. Misschien heeft u dat wel nooit eerder gedaan. Maar als u het wel gedaan hebt en u zegt, nou oké, ik heb dat allemaal gedaan, nou fijn, ik ga zonder naar de kerk, alles is fijn, nou ben ik een kind van God. Ja, dan ben je een kind van God. Ja. Maar heb je je leven totally aan de Heer gegeven en zegt van, u bent de meester van mijn leven. Ja. Ik wil doen wat u van mij vraagt. En als u elke dag met God begint te praten en als u elke dag vraagt aan de Heer, Heere, wat is het dat u wil? Dat ik doe het vandaag. Wat werk wilt u hebben dat ik doe? Heren, hoe zal ik mijn kinderen opvoeden? Heren, wat dit? Heren, wat dat? Ja. Iemand zei een keer van, nou vertel me een klein beetje over bidden en praten. Ja. Nou, die vrouw die zei van, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Sommige mensen die denken dat ze met de s'morgens om 5 uur op binnen en met ze voor een uur bidden. Ze zei, nou ja, weet je wat 5 uur voor mij is? Een beetje te vroeg. Ja. Maar ze zei, hey, een levende relatie met God is dat de hele dag, ze zei, ik praat met de Heer. Als ik wat doe, moet dan vraag ik de Heer. Ik zei, nou God, wat denkt u hiervan? Heer, wat denkt u hiervan? Ja. Kan u mij daarmee helpen? En dat is praten met de Heer. En dat is, you know, like it zegt in Proverbs 3, 5 en 6, acknowledge. Hè? In al uw wegen. Yeah. Dan zal hij je wegen leiden. Recht maken. Ja. Hè? Ja. Dat zal hij doen. Hij zal je ermee helpen. Ik heb dat begrepen een keer. En you know, ik ben van Friesland, dat komt een beetje langzaam bij mij. Soms zeggen ze wel eens, maar ik zou je dit vertellen. Ik had een heel moeilijk probleem op mijn werk. Een chemisch probleem. Dat was erg ingewikkeld. En ik denk, nou, ik kan dit niet doen. Zo, Adi, dat is de eerste keer dat ik over zoiets begon te bidden. Dat had ik nog nooit eerder gedaan. Wel bidden over familie, over problemen. Maar dit was een werkprobleem. Ja, ja. En ik vroeg de Heer om mij hiermee te helpen.
en Adi zomaar in één keer had ik een ingeving. Nou, ik wist wat weg, maar ik had hem gevraagd. Hè. En het hele probleem was ja, boem, 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 klaar. Op een rijtje. Ja. En ik denk, och, wat is dat fantastisch, zeg, dat ik zelfs met deze dingen naar de Heer kan gaan. Want hij is niet alleen maar een timmerman in Bethlehem geweest met zijn vader. Hij is de creator van alles. Ja. En hij weet alles. Ja. En je kan hem vragen, want hij is net zo goed God als of hij niet mens is, maar hij is ook mens alsof hij niet God is. Ja. En hij is niet alleen jouw redder en jouw Heer, maar hij is ook jouw vriend. En Adi, net als met Abraham, vriend van God. Ja. En toen dacht ik van, wat is dat toch fantastisch, dat je met alle problemen maar, naar hem toe kan gaan. En niet alleen dat, maar wat was zo welbehagend door de Heer, is dat Abraham geloofde God. Ja. He? Hij was niet een perfect mens, want als je nou door Genesis doorgaat, 12, 13, 14, hij had ook al zijn fouten gemaakt, maar als God met hem sprak, dan geloofde hij God. Dat is het, zie. Dat is het. En dat is wat God had door hem geloven. Als hij met ons spreekt, dat hij ons gelooft. En als hij zegt dat hij zijn zoon voor onze zondigen is aan het kruis gestorven voor ons. En we zeggen, wel, we nemen dat aan. Ik ben een zondaar. En als we dat de Heer in ons hart vragen, dan de Heilige Geest komt in ons leven. En dan hij is de helper. Hij helpt ons. He? En als we dan elke dag met God beginnen te praten en hem voor directie vragen. En helpen met, net als Simon zegt, met werk of met de kinderen, met de opvoeding, met het geld. En dat we niet maar leven. Weet je, Simon, er zijn vele mensen, en zo ben ik ook wel geweest, zo ik weet hoe dat gaat, die zijn in de kerk opgegroeid. En sommigen kennen de Heer, want ze hebben de Heer aangenomen, sommigen kennen de Heer niet. Die denken dat zij christen zijn, omdat, net als iemand zei een keer tegen mij, niet zo lang geleden. Ik zei, heb je de Heer wel eens aangenomen? Hij zei, ik weet er niks van. Hij zei, ik ben altijd opgegroeid in de kerk, hè? Ja. Hij zei van mijn vader en moeder gingen naar de kerk en ik ging naar de kerk. En ja, dat wist hij nou eigenlijk niet. Nou, ik zei van, dat was die vrouw. Dat weet je nou wel, die vrouw, die Hollandse vrouw. En waar wil je dan de Heer wel aannemen? Nee, ze zei, want ik geloof op mijn eigen manier. Ja. Maar weet je, daar is iets verkeerd. Dan is er iets verkeerd. Ja. Weet je wel, want je kan niet op je eigen manier geloven, want dit is Gods woord. En Galatiën het zegt ook, als iemand met een andere gospel komt, als iemand je iets anders vertelt, wat niet in het woord staat, dan is het een valse profeet. Ja. Hij zegt van, geloof er niet naar, ga er gauw bij weg. Ik heb het gehoord, wat jij nou zei over die vrouw. Ik hoorde iemand, en moet je horen, dat is toch eigenlijk wel erg. Dit persoon was opgegroeid in de kerk. Ja. En toen zei, ik weet niet meneer, als jij het nog was of ik zei van nou, wil je dan het zondagsgebed bidden en de Heer in je leven vragen? Hoef ik helemaal niet te doen, want ik ga altijd naar de kerk. Ja, punt maar uit. Dat is niet waar. En Adi, als je altijd naar de kerk gaat, dan heeft het helemaal niks om dat te doen. No. Zo, Adi, hoor eens, waarom doen we dat op dat ogenblik niet? Mensen die hier nu naar zitten te kijken, bijvoorbeeld, als u nooit naar de kerk bent geweest of er nooit heen gaat, bid met Adi en mij. Maar als u altijd naar de kerk gaat, en dat is fijn, God zegen je. Maar als je nog nooit het zondagsgebed gebeden hebt, dan bid het met Adi en mij. Hoeft er niet bang voor te wezen, want je gaat altijd naar de kerk. We proberen niet lid te maken van een andere kerk. We proberen je alleen maar een zekerheid te geven dat je weet dat je kind van God bent. Zo bid met ons op dit ogenblik. En zeg heel eenvoudig, Heer, kom in mijn leven. Kom in mijn hart. Ik heb berouw van mijn zonde. Ik dank u, Heer, dat u mijn plaats innam aan het kruis. Dat u voor mij gestorven bent. Ik wil de rest van mijn leven voor u leven. In Jezus' naam. Amen. Adi, als ze dat met ons gebeden hebben, laat het even iemand weten. Stuur ons even een e-mail. Ga even naar muziek. Dan blijft het.
goodness, I feel blessed. I just have to hear. I don't want the singers to sing. I don't want the band to play real soft. I just want the choir, and I want you to sing that chorus as loud as you can. If you really do want to praise him. All right, you ready? Praise the Lord! Praise the Lord! Fijne muziek, had hij en ik zit hier nog steeds. Want soms, als God jou een belofte geeft, en hier gaan we mee sluiten eigenlijk, dan moet je die belofte teruggeven aan hem. Want anders, dan wordt het net alsof jij in je eigen kracht die belofte voor elkaar kan proberen te maken. En dan krijg jij de Heer en niet God. Als God een belofte geeft, dan maakt hij die belofte ook waar. Maar dan moet je die weer aan hem overgeven om dat te doen. Weet je wel? Dat, op die manier krijgt God alle eer. Ja. Maar weet je, ja. Maar dan gaan we. Ja, dan gaan we later al even verder, volgende week. En ja. Dat is een ander programma. Maar met Abraham, ja. Abraham geloofde God, ook al leek het zo onmogelijk van vele mensen. Het lijkt zo onmogelijk dat God hem vrij kan zetten van je zonden. En het maakt nog niks uit wat voor zonde je doet, want we zijn allemaal zondaars en geen één komt erbij goede werken. En als dit programma, ik bid dat de Heer dit in uw hart werkelijkheid maakt, dat u een zondaar is, dat ik een zondaar ben en Simon is een zondaar. En dat als wij wederom geboren zijn, dat betekent dat we God in ons hart vragen. En dat hij ons een nieuw hart geeft. Een hart dat kan doen wat de Heer van ons vraagt. Als wij onze wil overgeven aan God. Ja. Dat is ook een hele strijd bij vele mensen. En dat God ons begint te beleiden. En dat God begint met ons te praten. En dat God ons vertelt wat we doen, moeten en niet doen. Heel vaak komen we voor situaties te staan dat we zeggen, wel, ik weet het niet, ik heb help nodig. Ja. En als u misschien vandaag verslaafd bent aan alcohol, pornografie of drugs, dan weet je dat je hebt de Heer nodig om je vrij te zetten. Want er is een macht van de duivel die wil je kapot maken. Dat is wat er gebeurt. Mm-hmm. En de enigste die je eruit kan halen is God. Ja. God heeft al de macht in de wereld. Maar jij moet naar de Heer toe gaan en om hem te vragen. En als hij zegt, nou het hoeft van mij niet. Sommige mensen zeggen, wauw, het hoeft van mij niet. Maar als ik spreek met iemand die zegt van, nou ik wil zo niet meer leven. En ik wil van de drugs en alcohol en de pornografie af. Dan zal ik je wel vertellen, als je naar God toe gaat, dan zet hij je vrij. Als je dat werkelijk mee. Mm-hmm. Niet
zomaar even los zeggen van ja, we zullen wel even zien. Nee, als ik zeg, nou, ik heb genoeg van dit leven en ik wil een ander leven, dan zou ik zeggen, dan geef het aan de Heer. Ja. Je hebt niks te verliezen. Ja. Als je het niet doet, dan komt het niet goed. Maar er is een ander leven. Ja. Er zijn mensen vrijgezet, totally, van alcohol. Ja. Van drugs, ja. Van pornografie, ja. Je naam, neem het en je zegt, nou, we zaten net te praten over Abraham. Nou ja, je zegt misschien van jaren geleden. Nee, het staat, het was ook voor ons. Mm-hmm. Zo vandaag. Ja, als je 77 jaar bent en je zit te wachten en God vertelt je dat je een kind krijgt. Geloof je niet dat dat een wonder is? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. En God heeft hem dat kind gegeven. Ik geloof dat hij 99 jaar was, oké? Ja, ja. Nou, en het zegt in Genesis 12, 13 en 14 dat hij was te oud om kinderen te krijgen. En Sarah zijn vrouw toe. Maar de Heere belooft het en het is gebeurd. En weet je wat? De Heere zegt van, nou, I like Abraham, want hij geloofde mij. He believes me. Ja. En dat is wat hij vraagt van jou, van mij, van Simon, van ja. Al ons. Ja. Er is situaties in ons leven dat wij kunnen het niet meer doen. Alleen God. En als je dat overgeeft aan hem. En ik zou zeggen, waarom geef je alles niet over aan de Heer? Ja, geef het aan God. En doe je handen omhoog en zeg, God, ik ben ziek van dit leven. Ja. Van al de drugs en de pornografie en het drinken. Ik wil een ander leven. Ik geef dit leven aan u. Ja. En ik vraag dat u mij vrijzet in Jezus' naam. Halleluja. En laat ons voor je bidden right now. Simon, you want to pray? Ja, we bidden voor u nu op dit ogenblik. The enemy. En we binden de vijand in de naam van Jezus. U hebt geen recht meer op deze persoon. Deze persoon behoort tot Jezus, nu op dit ogenblik. We zetten u vrij in de naam van Jezus. En we vragen u nu. Heer, dat u deze mensen aanraakt met uw geest in de naam van Jezus. Amen. Zet ze compleet vrij. En we geven u al de eer en al de glorie. In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. En als u dat met ons gebeden heeft, dan laat het ons even weten. Of bel een vriend op, of ga naar een kerk. Want er zijn mensen die je helpen willen. Mm-hmm. En die je verder helpen willen. Ja. Oké, zo. Probeer het niet bij jezelf te doen en lees de Bijbel en praat met de Heer elke dag. Ja, en Simon, ik geloof dat we weer aan het einde van het programma zijn vandaag. Ja, zo, we geven u Gods rijke zegen. En tot volgende week. Ga met God. Ga je goed. Halleluja.